De kermis, dat duurt misschien nog wel even voordat we dat in het traditionele beeld terug gaan zien. Kermisexploitanten die hebben het moeilijk. Zolang er vanwege corona nog geen vergunningplichtige evenementen gehouden mogen worden, zijn kermissen in de traditionele zin eigenlijk niet mogelijk. Maar dat betekent niet dat er helemaal niks kan op kermisgebied. De attractie Goldmine Express is nu bijvoorbeeld uitgehuurd aan De Waarbeek in Hengelo. In de studio is Martin Hendricks, eigenaar van de Goldmine Express. Goedemiddag, Martin. Goedemiddag. Even tussendoor, we hadden laatst hier Benno Hendricks, ook kermisexploitant. Ben je familie van Benno? Nee, ik ben geen familie van Benno. We hebben dezelfde achternaam, we komen allebei uit Apeldoorn en dat is het eigenlijk. En allebei kermisexploitant, allebei maar verder geen banden? Nee. Nee. Toch even gecheckt. Ja. Hey, voor we van wal steken, kijken we even naar de attractie zoals die dus vanmorgen in Hengelo is opgebouwd. Ja, dit is de Goldmine Express. Een geweldige achtbaan voor de hele familie. Ik had hem nog niet eerder gezien. Is hij nieuw hier? Ja, dit is onze tijdelijke nieuwe achtbaan. Deze komt hier het gehele seizoen te staan. En dat is eigenlijk nog weer een leuk extraatje in deze tijden. Ja, we hebben contact gevonden met Martin Hendriksen. En hoe heet dat? Toen waren we zo een beetje aan het praten van, het zou wel leuk zijn, een beetje uitbreiding. En toen kwamen we hierop terecht. En ik moet zeggen, het resultaat mag te wezen. Ja. Hoe is dat ding hier terechtgekomen? Want het park is niet heel groot. Dat moet een behoorlijke operatie geweest zijn. Ja, eigenlijk viel het best nog wel mee, moet ik zeggen. Het is passen en meten. Maar de mensen zijn zo bekwaamd eigenlijk. Echt een goed chauffeurtje, laat maar zo zeggen. Dus, Ja, hij is via de achterkant over de camping. Is hij, Ja, het was echt millimeterwerk aan de achterkant. Maar ik moet zeggen, het is... goed gelukt. Geen chalets omgereden. Gesneuveld. Eigenlijk helemaal niks. Er is gewoon helemaal niks kapot gegaan. Maandagavond zijn ze begonnen. Ja. Het is nu dinsdagmiddag 1 uur. En hij is zo goed als klaar. Ja, klopt. Straks even testen. Ja. En dan morgen? Ja, vanmiddag gaan postbode Pelle en Twekkie de eerste testrit doen. En daar maken we er wat moois van. Ja, en de mascotte, die moeten natuurlijk overleven. Dus dat bedoel ik, ja. Is het niet zo dat het verstandig om eerst iemand anders te laten testen? Nee. Dat gaat wel goed komen. Deze mensen weten precies wat ze doen. En daar hebben we de volste vertrouwen in. Ja, eigenaar Martin van deze attractie Goldmine Express is bij ons in studio. Eigenlijk de grootste vraag die bij mij leeft is... Hoe bestaat het nou dat jouw attractie wel op de Waarbeek kan staan, maar niet op een kermis? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat is ook eigenlijk een beetje wat wij continu vragen. Waarom kan dat wel en wat wij doen niet? Dus voor ons is het eigenlijk net zo onduidelijk als voor jullie eigenlijk. Ja. Dus ook, hiermee wil ik ook een beetje aantonen van kijk, op een kermis kan het niet. En hier in de Waarbeek kan het wel. Kijk, we doen nou dit samenvoegen zodat iedereen er profijt van heeft. Maar in principe is het eigenlijk te gek voor woorden dat we op een kermis dit niet kunnen laten draaien. Ja, want het is dezelfde attractie. Dezelfde attractie. Als ik hem 100 meter bij wijze van spreken op de parkeerplaats zet, mag ik er niet mee open. En daar wel. Maar het is een soort achtbaan, toch? Ja, het is een familieachtbaan, zeg maar, voor de hele familie. Dus ouders kunnen met de kinderen mee. Dus voor het hele gezin eigenlijk. Hoe is dit nou zo gegaan, dit contact met de Waarbeek? Ken je bijvoorbeeld de eigenaar van de Waarbeek al? Ja, ik ken hem al wat langer. En we hebben er al eerder over gesproken, ook buiten dit om. Want ik deed iets minder kermissen met deze attractie, omdat ik eigenlijk nog andere attracties heb waar ik te druk mee was om dit er nog eigenlijk bij te doen. Ja. Is niks geworden. En ja, door deze situatie zijn we toch nog eens een keer om tafel gegaan. En zijn we er toch uitgekomen. Ja, maar kwam de Waarbeek bij jou of kwam jij bij hun? Of, hoe? Nou, ik zeg maar, de eigenaar, daar had ik wel eens contact mee. En we zaten zo eens om tafel. Ik zei, luister, kunnen we niet eens doen? Ik heb hem toch stilstaan nu. Ik had nog wat kermissen, maar ja, die vielen nu dus ook af. Ja. En normaal heb je met een attractie een heel jaar een route. Waar je alle kermissen mee afgaat, had ik met deze al niet. Ik had maar 3-4 kermissen. Ja, die vielen ook af. Ik zeg, nou, dan kunnen we hem net zo goed misschien bij jou in het park neerzetten. Dan heb jij een leuke aanvulling, heb ik nog iets. Want een aantal attracties in de Waarbeek staan ook stil, hè? Vanwege die 1,5 meter afstand die daar niet kan worden gehouden. Daar gaat het dus ook wel een beetje om, dat je in de attractie zelf die afstand kan houden. Ja, die afstand wordt natuurlijk wel gewaarborgd doordat ze zeg maar hier af en toe een karretje overslaan of een gondeltje. Dat de mensen toch ver genoeg uit elkaar zitten. Ja. Je vertelde al dat je ook andere attracties hebt. Ja, heb je die dan ook in allerlei attractieparken ondergebracht? Nee, ik heb nog één reuzenrad, het grootste mobiele reuzenrad van Nederland. En daar gaan we dan vanaf 1 juni mee draaien in Den Bosch als draaiend restaurant. Aha, is dat een slimmigheidje? Nee, dat is gewoon niet mijn idee. Dat is gewoon, iemand heeft mij benaderd. En, maar had het gemogen als het gewoon een reuzenrad was? Of moet het een restaurant zijn om het te laten mogen? Nou, met een reuzenrad, kijk, is natuurlijk ook vaak een standalone attractie. Die staat al niet alleen op kermissen. Dit reuzenrad staat meestal niet op een kermis. Dus die wordt vaker uitgehuurd voor evenementen en dergelijke.
Ja, ook wel op kermissen. Maar ja. dit was ik al voor benaderd eerder, zeg maar, voordat de corona begon. Dan wouden ze dat al een keer proberen. Ja, nu kun je dit natuurlijk goed combineren. Ja, nu komt het ook wel een beetje uit op deze manier. Ja. Lijkt me dan, als ik die twee voorbeelden zie, lijkt je me best wel een slimme ondernemer. Even soms tussen de regeltjes doorlezen, wat kan er wel? Heb je dan tips aan andere kermisexportanten die eigenlijk met de hand in hun haar zitten van misschien kun je dit of dit eens proberen? Nou, tips kan ik niet geven. Kijk, het is bij toeval dat het zo gelopen is eigenlijk. Want we doen niks wat niet mag natuurlijk. En we willen maar één ding. En dat is dat gewoon weer op normale manier kermis kunnen vieren met z'n allen. Ja. En want dat is wat ons een beetje stoort. Alles gaat door, zoals pretparken, markten. Waarom niet een kermis? Ben jij ook naar Den Haag geweest afgelopen... Klopt. Wat was het? Vrijdag? Donderdag. Ja, daar was ik ook bij aanwezig. Wat heb je daar? Wat was jouw boodschap daar, zeg maar? Wat heb je daar gedaan? Nou, onze boodschap was gewoon, jongens, wij zijn er ook. Wij willen ook gehoord worden. Kom met een oplossing, kom met een steunfonds. Want we zijn allemaal ondernemers. We zijn met meer dan 1000 kermisgezinnen. Ja, en het water staat ons aan de lippen van, wat moeten we doen? Er is voor ons geen perspectief. Maar jullie krijgen wel steun, toch? Ja, we hebben eenmalig steun gehad. Maar ja, die kosten van ons, die lopen ook gigantisch op. De meeste van ons staan vanaf half oktober al stil, zeg maar, thuis met hun attractie. En die hebben de hele winter zijn ze bezig geweest om hun attractie weer tip-top te maken en helemaal op te knappen. Geïnvesteerd. Ja, en investeren in nieuwe attracties. Ja. En dan wil je eruit en dan kan het niet. Wat gebeurt er eigenlijk als kermisexploitanten inderdaad onder water komen te staan en ze misschien wel failliet moeten worden verklaard of wat dan ook? Gaan we dan die attracties gewoon verloren zien gaan? Die attracties gaan verloren. Als dit zo aanhoudt, gaan die attracties allemaal verloren. Wat is zo'n attractie nog waard? Als die regels zo blijven zoals ze nu zijn, zijn ze niks waard. Je kan ze niet zeggen van nou, ik verkoop ze. Niemand wil ze hebben op dit moment. Bestaat er een kans dat we voor 1 september nog iets van beweging in dat beleid gaan zien? Heeft de politiek op een bepaalde manier al gereageerd op die demonstratie die nu zijn? Ze zijn er allemaal mee bezig, volop mee bezig natuurlijk. We wachten natuurlijk op een uitspraak, wat gaat er gebeuren? Kunnen we open op een normale manier? Of krijgen we, en we willen ook een steunfonds, want ook al kunnen we nu open, hè, met aanpassingen, kunnen we natuurlijk nooit de mensen bij elkaar krijgen die we nodig hebben om te overleven. Nee. Dus er zal ook een steunfonds moeten komen. Ja. En tot die tijd ga jij in ieder geval de mazen van de wet uitzoeken om te kijken waar je je attracties wel kunt. Nou, ik hou naar de waarbij aan de wet. Goed, zeker. Maar ik vind het wel een slimmigheid dat je attractie dus plaatst binnen een attractiepark waar die wel gebruikt mag worden. Precies, maar ik zeg je bij deze, dit is een samenloop van omstandigheden zo geweest. Dit redt mij ook niet als het hiervan afhangt. Ja. De Waabik, zeg maar, als... Is dat zo, ja? Is het slechts een pleister op de wonden? Het is gewoon dat we allemaal een beetje in beweging zijn, want thuis zitten willen we allemaal niet. En dat we toch allemaal nog een beetje met ons vak bezig zijn. Want dat is wat we het liefste natuurlijk willen doen. Ja. We willen blije gezichten. Blije gezichten, de mensen vermaken, daar gaat het ons om. Ja. Leuk. Martin, dankjewel dat je bij ons wilde zijn. Graag gedaan.